Het is een oude katholieke traditie, het askruisje na afloop van de carnavalsdagen. In Groesbeek is deze traditie nog lang niet verdwenen. Daar staan de carnavalisten in de rij om zo'n askruisje te halen. Carnaval is een feest van verbondenheid, vriendschap. Maar dus de 40-dagen tijd die met Aswoensdag begint en doorloopt tot Pasen, is ja, een bezinning op ons mens zijn, dat we nog meer mens worden naar het beeld van God. Nou, hoe ver het leeft, ja, goed, dat zie je dan in de betrokkenheid, in de vieringen. Dat is niet zo heel veel, maar carnaval, dat zit hier nog heel erg goed in het bloed. En ik hoop dat dat ook een beetje gaat doorwerken naar de beleving van de Aswoensdag en de hele 40 dagen tijd, zeg maar. We konden vanavond zo'n 100 mensen verwachten, maar er kunnen er 50 zijn, er kunnen er 200 zijn, dus we zien het wel. Nou, vanavond wil ik dus heel graag ook zeggen dat waar het om gaat, denk ik, in ons leven, dat we vooral mens zijn, dat we goed zijn voor anderen. En dat we dan ook in onszelf kijken, diep in onszelf kijken. En als we diep in onszelf kijken, dan kijken we denk ik ook wel in de ogen van God. En dan zijn we religieus.